Wat? De heks! Ik ben God! Wat? Oké, lol. Je kan dus gewoon aan de zijkant staan. Je moest ooit vallen, dat is helemaal waar. Laat zien hoe goed je kan schieten. Yo mensen van Dodo, welkom bij een spliksplinter nieuwe map van een Dodo. Jullie hebben maps voor mij gemaakt en ik speel die en ik open die en ik beleef ze, ik ervaar ze, ik voel ze, ik proef ze. Vorige keer vonden jullie hem echt heel tof en ik zou het super vet vinden als jij, persoon die altijd kijkt, want er zijn altijd personen die standaard kijken, maar niet iedereen laat altijd een like achter. Ik zou het heel tof vinden als je dat zou willen doen. Gisteren heb ik mijn diploma gehaald voor de universiteit. Hier een foto. Bam! Wow, wat een coole foto. Ik weet niet wat voor foto het is. Maar misschien kan je dat als cadeautje doen, want ik vind het altijd heel tof als jullie mij steunen en ook een comment achterlaten. Gewoon wat jullie ervan vinden en misschien leuke ideeën. Wil je zelf ook iets opsturen, stuur het naar w.t.t.vandevaart@gmail.com. Volgens mij. Ja, klinkt wel goed. Ik ga even de e-mail erbij pakken. Beste Wouter, ik heb weer de verkeerde versie opgestuurd. Ik heb midden in een update, bla bla bla. Maar deze voldoet aan alles. Groetjes Tom van Bichelaar, TB819. Die heeft vandaag de map gemaakt. Super tof, Tom. Dankjewel. En laat ik hem maar gewoon meteen gaan spelen. Want dan hebben we nog iets over. Ik heb trouwens echt super slechte belichting. Jeez, jongens. Kijk nou eens. Dat is verschrikkelijk. Vind eerst de button. Het is wel meteen in actie. Ik heb ook geen boekje of zo. Maar ik heb wel een button. Die is namelijk... Het is niet handig met shaders dat ik dit doe. Maar die is hier. Bam. Yo Wouter, ik ben TB819, oftewel Tom, ik heb deze map speciaal voor jou gemaakt. Ik wil deze map, met deze map wil ik het oude gevoel terug hebben van die tijd van jouw snacktime. Daarom ga ik in deze map minigames doen. Oh, lachen. Veel succes. Oh ja, voordat ik het vergeet, hier heb je een pressure plate. Oh, dat heeft hij best tof getimed allemaal. En ik heb appels, lekker. Let's go. Ik neem aan dat ik hierheen moet. TNT run. Waar is de TNT run? Oh, daar. Rechts gaat er een deur open. Huh, rechts? Dat is toch links? Dat is rechts, maar... Dat is links, oké. Dit maakt echt geen zin. Rechts gaat er de deur open, oké. I'm up for it, TNT run. Ik ben wel rusty. Wow! Ik ben zo snel! Run! Oh, wow! Hij heeft hem gefixt. Oh shit, maar... De TNT shit gaat echt af. Dit is spannend. Ik heb dit echt zo lang niet meer gedaan, jongens. De TNT run. Voor de mensen die het niet wisten, ik had altijd een serie die heette Snacktime. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt dagelijks ging uploaden. Ik ren wel snel, ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar ja, daar deed ik echt super veel TNT run. Dus ik heb er ook wel een beetje ervaring mee om dat goed af te ronden. Ik sprong ik nou tegen het dak aan? Volgens mij wel. Dat is niet echt handig. Oh yeah, heeft hij het nog steeds in zich? Het is wel een stuk makkelijker zonder andere mensen, moet ik eerlijk zeggen. Wow. Wow, 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 wow. Ik weet ook niet hoe die hier score of zo gaat bijhouden. Of dat ik gewoon voor mezelf aan het rennen ben. Ik denk het tweede. Ik ga naar de bovenste, ga ik zo goed mogelijk doen. Zo, zo, zo. Kijk, we hebben echt bijna alles gecleared. Zo. Gewoon om te laten zien. Heb ik double jump? Nee. Oké, ik heb geen double jump. Laten we naar beneden gaan. Ik neem een appeltje. Wat? Wat? De heks! Ik ben God! Wat? Oké, lol. Je kan dus gewoon aan de zijkant staan. Je moest ooit vallen, dat is helemaal waar. Laat zien hoe goed je kan schieten. Hoe goed ik kan schieten? Denk maar aan Boosblief. Ik kwam door een potje Boosblief ook in jouw guild. De doelen zijn de houten knoppen, schiet ze en ga verder. Pak een bow en enchant hem first. Oké, dat is goed. Even kijken, een bow. Ik neem aan dat ik hier dan... de dingen van moet maken. De arrows. Even kijken, ik heb nooit arrows gemaakt. Doe je die schuin? Nee, die doe je waarschijnlijk recht. Nee, dat moet helemaal niet met flint en steel. Oh, andersom. Ah, got it. Even kijken. Oh, een enchanted book. En wat zit erop voor enchantment? Infinity. Dat is wel handig, ja. Zo, en dan geven we hem de Dodo-licious. Licious. Bow. Geen idee of je dat zo schrijft, maar ik vind het wel. Wow! Fancy. Zitten er trouwens nog secrets of zo? Volgens mij niet, hè? Nee.
Want zou je net zien dat hij aan het einde zegt van... En, heb je wel alle diamonds gevonden? Want dan heb je altijd van die reclames van... Zegt u de lopende beer of de dansende beer? Nu je alles hebt, kan je beginnen. Veel succes. Nice. Is dat... Dat is een button. Oké. Die kan ik raken. So close. Oh. Hit. Nice. En nu gaan we hem ook in één keer hitten. Oh, net te laag. Het is wel ver. Oeh. Nice. Got it. Moet ik hier doorheen schieten? Ik weet niet of dat kan. Oh, blijkbaar kan dat. Oh, dat is best tof gedaan. Maar ik zie alleen door mijn shaders dat ding niet. Waar is die? Waar is die? Ah, ik heb hem. Ik wist wel dat je het kon. Natuurlijk kan ik dat. Zet je spawn point. Oké. Ja, dat is iets, jongens. Ik moet altijd 10 minuten zoeken naar zijn spawn. Doe ergens grote pilaren met glowstone met spawn of zo. Dat ik weet waar ik heen moet. Want ik zoek telkens. Druk op de stone voor een vraag. Oké. Ik neem het F3 plus H, F4 plus G. Een goede speler weet natuurlijk van alles, daarom een quiz. Hoe zet je onder je bijvoorbeeld pickaxe durability? Dat heb ik toevallig laatst gehoord. Was dat nou F3 of F4? Volgens mij was het F3 en H. Moet ik dan naar beneden? Oh shit, oké, ja. En goed zo! Probeer maar nu je een boog hebt. Wat? Probeer maar nu je een boog hebt. Waar de heck ben ik? Is dit wel... Hoort dit er wel bij? Volgens mij... Is er iets misgegaan. Ik weet niet waarom ik hierheen geteleporteerd word. Oké, jongens, ik ga het even fixen. Dan kom ik bij jullie terug. Alright, daar ben ik weer. Blijkbaar ging er iets mis. Ik ben even gevlogen naar de andere kant. Oh shit, ik zit nog in creative. Jullie hebben niets gezien. Want anders kon ik niet naar boven. Set spawn point. Oké, dan krijg ik waarschijnlijk de tweede vraag. Vraag 2. Wie is de beste disc jockey in de wereld op dit moment? Ja, dat is een lastige vraag. Maar de laatste keer dat de DJ Mac was geüpdate... Is dit trouwens vraag 2? Oké, nee. Was dat Hardwell? Hardwell die stond nummer 1 in de Mac, volgens mij. Hij is het inderdaad. De beste van de wereld uitgeroepen zelfs. Ik wist dat. Ik hou dat redelijk bij. Ik ben best wel een fan van electronic dance music. Ik zal even een lampje neerzetten voor jullie. Vraag 2. Rekenen. Ja, wat is 1 plus 1? Is dat 2? Is dat raampje? Of geen van alle? Ja, volgens mij was het altijd een grapje dat het raampje was. Maar ik heb natuurlijk wel gisteren mijn diploma voor economie gekregen. Dus ik moet wel kunnen rekenen. Ik ga voor raampje. Ik denk dat dat hem is. Snap je hem al? Dit klopt wel. Als je uitleg wil, vraag me op Twitter. Oké. Tijd voor PvP. Maar ik zie niets. Oh god. Oké, shaders. Oh god. Ik heb alleen een pickaxe. Oh, maak de spawners kapot. Jeez, ik zie helemaal niets, man. Oh, hier is de spawner. Oké, hij is kapot. Woe. Maar ik heb geen zwaard. Ik heb geen zwaard. En ik zag niets. Oh shit, nu ben ik hier weer. Oké, even kijken. Dit is F3H. En toen kwamen we hier. Oké, ik ga hem even weer terugzetten, jongens. Alright, het spannende gedeelte werkte niet echt voor mij. Maar hij gaat... Waar gaat deze... Ik had dus de button gevonden. Hij zegt, waar gaat deze gang nou heen? Tijd voor PvP. Oh, volgens mij blijft het ding hangen. Zelfs ik ben hier nog nooit geweest. Nou, we gaan maar kijken waar het naartoe gaat. Damn. Als zelfs de maker hier niet is geweest. Hier is een andere sfeer. Ja, een sfeer waar ik 1000 pickaxes en een diamond heb. Maar ook iron axes. Het is een andere sfeer. Een licht. Hier moet iets zijn. Waar brengt het ons heen? Een mijn? Dat zou fijn zijn. Hier is het ineens minder smal. What's happening? Oh, licht! Eindelijk! Hey, het is een mijn. De zombies die jij net versloeg, bewaakten ze. Mijnwerkers hebben die tunnel vastgegraven om de schatten te stelen in het PvP-gebouw van Hypixel. Vroeger hebben vele strijders de schat willen stelen. Alleen de beste PvP'ers zullen de schat kunnen ontvangen. De meesten komen er wel in, maar niet eruit. Vind een weg uit deze mijn en vervolg je pad op succes. Damn. Oh, dan moet ik weer in game mode survival. Oké.
Ik weet niet of ik mag hakken. Mag ik hakken? Het is een mijn. Dus het lijkt me dat ik al mag hakken, toch? Oh. Ik heb niets gedaan. Ik heb niets gedaan, maar ik ga hier wel omhoog. Ik denk namelijk dat dit de weg naar succes is, of niet? Is het een puzzel of zo? Een puzzel of zo? Of moet ik gewoon minen? Zit ik veel te moeilijk te doen? Even kijken, waar heb je een opstap? Je hebt daar heb je een opstap. Maar dan kan je niet verder omhoog, want dat is 2. Oh, ik moet daar komen. Oké, ik snap hem. Ik snap hem. Maar ja, ik weet dus niet of ik gewoon moet minen. Kan ik hier niet gewoon in? Is dit niet hier de doorgang? Ben ik niet nu een genie? Oh, shit. Snel, maak hem kapot. Maak hem stuk. Oké, misschien ook niet. Moet ik hierdoor? Ik denk het wel. Ik ga hem gewoon kapot maken. Ik heb geen idee wat hierboven zit, maar dit gaat kapot. Ik heb niet voor niets een iron pickaxe gekregen. Yes! Ik kan weer ademen! Oh. Nice. Dus dan gaan we hierheen. Hoe moet ik daar boven komen dan? Waarschijnlijk moest je gewoon minen. Zit ik echt veel te moeilijk te doen. Dat is wel echt iets voor mij. Dus dat ik mine hier gewoon eentje omhoog. Wow, nice. En hier ook eentje. Wow! En dan gaan we de jump maken van de eeuw. Oh. Lekker, Wouter. Goed bezig, jong. Ik ga het alleen de verkeerde kant op. Wow, hoorde je die voice crack? En wat is dit? Kijk daarboven, licht. Dat moet de uitweg zijn. Oh. Ben ik er nu? Ben ik er nu boven? Ik denk het wel. Oh my god. Ben ik er eindelijk uit? What? Chests. Lege chests. Oh, dat is... Ik gooi er wel wat in, dan is het voor de volgende persoon die dit gaat spelen, is dat een beetje het gevoel dat je iets hebt gekregen. En je hebt alles overwonnen. Je hebt alle onderwerpen er staan. Oh my god, vuurwerk. Nice. Set time night. Oh, dat kan niet. Oké. Gefeliciteerd met behalen van de map. Gemaakt door Tom. Abonneer op Dodo en JustGames.nl. Wow, awesome. En als de map goed aanstaat, misschien een nieuw deel over het laatste onderwerp, de schatten van Hypixel. Nou, ik ben heel benieuwd, Tom. Super bedankt voor het maken van deze map. Vonden jullie het nou leuk om te kijken? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te smashen. Ik zou dat super erg waarderen. Nogmaals, ontzettend Tom dat je dit hebt gemaakt. Ontzettend tof, Tom, dat je dit hebt gemaakt. Dankjewel daarvoor. Nou, vinden jullie het leuk? Laat het even weten in de beschrijving. Stuur dus ook een mapje op als je het zelf leuk vindt naar wttvandervaart@gmail.com. En dan hoop ik jullie spullen daar te zien. En dan hopelijk weer een nieuwe aflevering binnenkort te doen. Wow, ik kan echt niet praten vandaag. Ik heb zo'n honger. Ik zie jullie morgen om 5 uur bij een nieuwe video. Tot morgen, mensen. Alle mannen zeggen ja tegen die en die ja. Je swing met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey, paard.